Welkom allemaal vanuit Stadion Euroborg. Ja, jullie waren van ons gewend dat we meestal een dag na de transfer deadline uitzonden. Maar we gaan vandaag iets nieuws doen, een experiment. En dat doen we natuurlijk met onze directie, met algemeen directeur Wouter Gudde en technisch directeur Marc-Jan Verderes. Mannen, hoe is het? Goed. Met jou ook, Wouter? Ja, zeker. Ja? Ja. Wat voor dag hebben jullie al achter de rug? Nou, een lange dag en een korte nacht. Er gebeurt gewoon veel op zo'n dag. En vooral van het veel nadenken en schakelen. En waar moet ik allemaal aan denken? Welke documenten? Wie moet ik informeren? Er gebeurt gewoon vooral veel in je hoofd. En dat maakt wel moe. Wouter, hoe is zo'n laatste dag voor jou? De laatste dag, dat heb ik vorig jaar ook gezegd, heb ik vaak meer een bijrol. Er moesten vanochtend nog wel wat dingetjes geregeld worden. Maar wat Marc-Jan zegt is dat de laatste fase van transfers is vaak echt het papierwerk. En er is heel veel papierwerk. En dat weet iedereen inmiddels ook op ons, dat Marc-Jan Oldebandringen en Wim Ensinger daar voor een heel groot gedeelte voor verantwoordelijk zijn. Alleen, ik heb ook nog wel last van de dag van gisteren. Omdat we gisteren ook van, nou, ik denk 8 tot... Volgens mij gingen we 10:15 uit het trainingscomplex 's avonds weg. En jij bent 's nachts nog teruggegaan. Ja, en dan slaap je ook niet lekker, want je komt met een vol hoofd en dan vandaag weer. Dus het zou wel mooi zijn als we zo binnen een paar uur wat dingetjes kunnen afronden. Nu is het de afgelopen uren hier allemaal op de kantoren. Heeft dat plaatsgevonden? Wij zijn er niet bij geweest. Maar we hebben denk ik heel veel vragen. Ik wil ook de mensen thuis vooral vragen. Stuur die vragen in, want dan kunnen wij, ik haal ze hier uit de chat, kunnen wij die gaan beantwoorden. Ik snap ook dat we niet alles kunnen beantwoorden. Er zijn nog veel lopende zaken. Maar wat is er vandaag al wel concreet geworden? Wij hebben bijvoorbeeld vandaag op social media kunnen melden. Verhuur Postema, Daniel van Kaam is vertrokken. Die zijn rond. Hoe is dat gegaan de afgelopen uren / dagen? Nou, wat ik net eigenlijk zeg, er speelde veel de afgelopen dagen. En wat we eigenlijk gisteren met elkaar besloten hebben, is dat het misschien verstandiger en beter is om wat dingen te verdelen. Dus Wouter zegt net dat hij een bijrol had, maar denk ik wel wat meer dan een bijrol. Want we hebben daarin de deals ook wel wat verdeeld. Zo heeft Wouter bijvoorbeeld wat meer de deal van Romano, de verhuur naar Roda, opgepakt. Ben ik vooral met Daniel bezig geweest. Met Strandlas hebben we veel samen gedaan. Dus daar hebben we wel een verdeling in gemaakt. En dan zitten, wat Wouter net zegt, dan zitten Wim en Marc-Jan, die zitten voor het papierwerk gereed om alle afspraken die we maken, om die op de juiste manier op papier te zetten. Daniel van Kaam, kan je daarop ingaan? Want we hebben wij spraken denk ik zadig met elkaar. Afgelopen weekend. En toen zei je, Daniel die zou naar Fortuna Sittard, maar dat ging niet door. Hij is nu naar Cambuur. Hoe is dat gegaan de afgelopen dagen? Allereerst vind ik het heel erg jammer. Want Daniel is natuurlijk een eigen opgeleide speler. Die hartstikke talentvol is, denk ik. En waar wij denk ik wel misschien wel 4-5 keer mee hebben gezeten met hem en zijn agent. Om te proberen zijn contract open te breken en te verlengen. Ondanks dat hij ook vorig jaar wat minder speelde, zagen we wel nog steeds veel perspectief en toekomst in Daniel. Maar dat zag hij zelf niet zitten. En duidelijk de knop omgezet in zijn hoofd dat hij graag een ander avontuur wilde. Door alles wat er was gebeurd afgelopen seizoen. Dat is jammer, maar goed, dan is het wel verstandig natuurlijk om door te schakelen. Nou, toen waren een aantal clubs geïnteresseerd, waarbij Daniel aangaf zijn voorkeur dat hij bij Fortuna lag. Nou, dat heeft hij met Charles Ulte een heel goed gesprek gehad. En exact op de dag dat Daniel daarvoor een medische keuring was, werd Charles Ulte ontslagen. Nou, toen was het goede gevoel van Daniel was ook wel snel weg, doordat hij daar ook wat spelers sprak en mensen rond het team. Dan heb je weer een hele andere situatie. En wat dan wel even lastig is, moet ik zeggen. Dat vind ik vooral erg lastig vanuit mijn perspectief. Want met de Fortuna een deal gemaakt, een hele goede deal. En dan moet je toch genoeg nemen met wat minder. Heeft de speler daar natuurlijk uiteindelijk gewoon het eindoordeel in. Ga ik wel, ga ik niet? Ja, uiteindelijk heeft de speler daar het eindoordeel in. En uiteindelijk hebben wij natuurlijk wel het eindoordeel. Maken we een deal of maken we geen deal? Mm-hmm. En dat is dan ook wel een beetje een spel. Mm-hmm. Dat spel moet ik spelen. Vind ik ook niet altijd leuk, want ik vind Daniel een hele leuke jongen. En we hebben hele leuke gesprekken gehad, denk ik. En
ja, dan moet ik heel zakelijk me opstellen. En dan moet ik vanuit de zakelijke FC Groningen bril proberen toch het beste voor de club eruit te halen. En dan is mijn enige tool nog om te zeggen, ja, anders blijf je misschien maar 10 maanden. Als wij niet nog dit erbij krijgen. En, nou ja, uiteindelijk denk ik dat dit het beste is voor iedereen. Ondanks dat het jammer is wat ik net zeg. Maar wel ja, de beste oplossing voor iedereen. Wij houden er nog wat aan over. We delen met een behoorlijke doorverkoop delen we mee als Daniel het heel goed gaat doen. Nou, Daniel kan lekker voetballen bij Cambuur, wat gewoon een leuke ploeg is. Die voetballend goed voetbal speelt. Dus ja, ik denk dat dat wel bij Daniel past. Nu ben ik even afgeleid tijdens het gesprek. Ben je nou wel afgeleid? Ja, wat denk je? Jouw telefoon die staat hier en er komen constant meldingen binnen. Gud heeft je telefoon op de kop gelegd. Wat ik al zei, we zijn natuurlijk live, maar de window is gewoon nog open. Er kan gewoon nog alles gebeuren. Ja, lees vooral even je berichtjes bij. Er kan nog van alles gebeuren. Waarom kunnen jullie dan toch hier zitten en moet hij niet boven zitten? Nou, misschien moet dat zo nog. Alleen, wat al zeiden, Wim en Mark-Jan die doen de afhandeling. En Mark-Jan is Mark-Jan Oldebandering, ja, voor de duidelijkheid. Ja, sorry. En wat je ook, wat je net zegt over Daniel. We hadden een aantal transfers. Als je het vergelijkt met vorig jaar, was er heel veel op één dag. En vandaar, en gisteren hadden we wel al heel veel werk gedaan. Ook die met Romano, zeg maar, was al gisteravond laat al verstuurd. En dan gaat het vandaag echt om details. Romano was gisteren ook al vertrokken richting het zuiden. Dus wij hoeven op dit moment wat minder te doen. Alleen hopen we zo wat dingetjes nog echt helemaal definitief af te ronden. En het zou mooi zijn als we dat ook nog kunnen vertellen vandaag dan. Dat zou heel mooi zijn. Misschien weet je al iets meer nu? Of nog even? Nee, ik weet nog niet. Okay. Ik kan in ieder geval nog niet iets definitief bevestigen. Ja, het ging daar wel over. Maar dan gaat het over papierwerk. Wat mist er nog? En wat moet nog binnenkomen? Dan ben ik wel even benieuwd naar jouw rol dan. Want jij hebt de deal rondgemaakt met Romano Postema. Misschien kan Verderen straks vertellen waarom we hem gaan verhuren. Maar wat heb jij dan vandaag nog gedaan met Roda? Wat bespreek je dan nog? Waar gaat het over? Nou, we hebben denk ik een paar dagen geleden ook echt definitief gewoon los van alles wat er gebeurde. Misschien met Jurgen en met Florian Kruger die we hebben gehaald. Ook gewoon echt sec naar de positie van Romano gekeken. Hè. Dat hebben we met de directie gedaan. Uiteraard is daar het advies van Mark-Jan wel heel belangrijk. Maar wij vonden wel heel belangrijk dat Romano gewoon ging spelen. Ik vind ook dat hij echt zijn waarde heeft gehad als invaller. Vorig jaar ook een aantal goede keren, als hij in de baas stond, ook daarin echt wel wat gebracht. Maar het zou voor zijn ontwikkeling heel goed zijn als hij, denken wij bij misschien wel een potentiële kampioenskandidaat in de keukenkampioendivisie, gewoon in de spits staat en 30 plus wedstrijden gaat spelen. Omdat we denken dat Romano echt dat niveau aan kan. Die gaat Roda beter maken, maar die gaat vooral natuurlijk ook zichzelf ontwikkelen. Daarom hebben we ook zijn contract verlengd tot 2025. En Roda was geïnteresseerd en die zijn ook volgens mij op de goede weg. Ook zeker sinds Jordan Peters daar algemeen directeur is. Daarmee gevoetbald, dus dat is wel wat makkelijker praten. En dat was eigenlijk redelijk snel heen en weer, waarin Roda gewoon wat betaalt, zeg maar, voor Romano. En die worden door ons, zeg maar, nog extra beloond als Romano veel speelt. En dat geeft ook nog maar eens aan dat voor ons echt de ontwikkeling van Romano heel belangrijk is. Die moet echt dit jaar gewoon 30 plus wedstrijden op dat niveau gaan spelen. En dan, wie weet, zien we hem hier volgend seizoen wel weer terug als eerste spits van Groningen. Hij gaat in ieder geval stappen zetten. Daar hebben we wel de overtuiging van. Ja, die gesprekken voer jij normaal gesproken met zo'n speler. Wat heb je besproken met Romano de afgelopen weken? Want was er ook een wens vanuit hem om ergens anders speelminuten te maken? Afgelopen weken hebben we niet zo heel erg veel over gehad. Wel in de aanloop naar zijn contractverlenging natuurlijk. Toen hadden we al besproken van, eerst in de voorbereiding kijken, ook met de nieuwe trainer. Hè. Hoe gaat dat? Wat zijn je kansen op speelminuten? Wat is het perspectief? En wel aan de voorkant al besproken van dat hij gewoon lekker moet voetballen, wat Wouter net zegt. En ervaring op moet doen, zich op die manier goed kan ontwikkelen. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we Romano, dat hij bij een club gaat spelen waar hij veel in aanvallende situaties komt en veel kansen krijgt. En dan ben ik er wel van overtuigd dat hij heel veel doelpunten kan gaan maken. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat Roda voor hem Een prima club is op dit moment. Die, wat ik verwacht, boven in de KKD mee gaat draaien. Dat is natuurlijk een prima opstap voor Romano. Om te kijken of hij volgend jaar misschien wel eerst spits van Groningen kan worden.
Het is leuk dat we ook een andere gast hebben straks. Dat is Michiel Jongsma. Die werkt bij Opta Nederland. Is daar hoofdredacteur. En die heeft een aantal statistieken, data. Die zul jij ook ongetwijfeld kennen. Van Romano ook. Als je kijkt naar Romano's speelminuten. Ook hoe vaak die scoort per speelminuten. Dat hij enorm veel potentie heeft. Maar hij moet dus nu gewoon die minuten gaan maken. Om in elk geval uiteindelijk hier weer beter binnen te komen. Zeker. Wij gaan even verder. En eigenlijk wil ik aan jou vragen. Je zei het net al, Strand Larsen. Wat is daar gaan spelen? Want wij spraken elkaar denk ik nog na Florian Kruger. Maar daar is gisteravond toch beweging in gekomen. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Ik denk dat het voor het volledige verhaal het beste is dat we dan even teruggaan naar eigenlijk al einde afgelopen seizoen. He, waarbij ik wel wist natuurlijk dat als Jurgen zoveel doelpunten heeft gemaakt en zich zo goed heeft ontwikkeld in een seizoen. In een seizoen waar hij aan het begin van het seizoen niet eens in de basis stond. Wel die mooie goal tegen Cambuur direct maakte. Maar daarna een tijdje best wel moeilijk heeft gehad. Maar daarna zijn speer eigenlijk is gegaan en steeds beter in het seizoen kwam. Ja, wisten we wel van daar gaat uiteindelijk wel waarschijnlijk interesse voor komen. We hebben voor een strategie gekozen om aan de voorkant een heel duidelijk plaatje neer te leggen bij hem en bij zijn zaakwaarnemer. Van Jurgen, we willen je het liefst houden. We willen ook graag presteren met de club. We hebben afgelopen jaren best wel goed geld verdiend op de transfermarkt. Dus er is wat dat betreft ook geen noodzaak. Ja, we willen gewoon heel graag presteren en het publiek vermaken. En daar hebben we jou bij nodig. We willen ook geen gevangenis zijn. Dus we willen wel een afspraak maken dat als er een club komt waar jij naartoe wil, dan is het dit bedrag. En we weten, dat is een absurd hoog bedrag. Dat is de hoofdprijs. Dat is nog nooit betaald voor een speler bij FC Groningen. Maar alleen daarvoor kan je vertrekken. Nou, en eigenlijk hebben we daar de hele transferwindow, hebben we daar voet bij stuk gehouden. En eigenlijk hebben we daardoor, denk ik, ook wel heel lang rustig gehouden. Want het was nu niet bij elk bord van een club dat Jurgen in de war raakte. Of dat het een vervelende situatie was. Hij is eigenlijk wel aardig rustig is die gebleven. En alleen je merkte wel, naarmate de window vorderde en er meer en meer clubs kwamen, merkte je wel steeds meer dat Jurgen toch wel heel erg graag een stap wilde zetten. Mm-hmm. Ja, en dat de druk van het einde van de transferwindow, dat die ook wel steeds groter werd. En dat bij hem dat ook wel steeds meer ging leven. En dat zag je terug bijvoorbeeld in de interviews die hij gaf, waar aan het begin het allemaal heel netjes en relaxed was. Op een gegeven moment ging hij wel wat meer van zich afbijten. Dat was ook wel in de gesprekken die wij met elkaar hadden. Eigenlijk hebben wij gewoon vastgehouden aan die prijs. En jij vraagt net, wat is er dan in die laatste dagen gebeurd? Ik denk dat iedereen heeft gelezen dat Jurgen niet op de training wilde komen. Dat was, een dag gaan zo snel. Dat was gisteren denk ik. Dat was gisteren nog maar. Die dagen lijkt wel een week geleden. Ja. Maar dat was gisteren inderdaad. Ja. En de agenten die betrokken waren vanaf het moment dat Celta aangaf geïnteresseerd te zijn, die gaven dat al aan, dat die wellicht niet zou komen. We dachten, ik had zoiets van, dat zien we dan allemaal wel. Mm-hmm. Maar goed, 's ochtends om 9:00 moesten de spelers zich melden. En Jurgen was er niet, toen kwam Frank Womert, die kwam bij mij en die gaf aan van, Mark-Jan, Jurgen heeft mij gebeld en hij kan jou niet meer zien. Dus hij komt niet vandaag. Toen ben ik op mijn kantoor gaan zitten en toen keek ik op mijn telefoon. Daar hadden de zaakwaarnemers van Jurgen, die hadden denk ik al 10 keer gebeld. Ja. Ondertussen werd er nog een aantal keren gebeld. Mm-hmm. En toen heb ik Jurgen opgebeld en heb ik gezegd van, Jurgen, joh, ik begrijp je heel goed. Want laat het ook duidelijk zijn, hè. Ik bedoel, het is een jongen van 22 jaar die enorme stappen kan zetten. Zowel sportief als financieel. Misschien wel een droom voor die jongen. La Liga is natuurlijk een fantastische competitie. Dus ik begrijp je heel goed, maar dit is niet de manier, Jurgen. En dit is ook niet de manier waarop wij met elkaar zaken gaan doen. We gaan ons niet onder druk laten zetten. Dus waar ben je nu? Hij zei, ik ben thuis in Groningen. Ik zei, dan lijkt mij het beste dat je gewoon naar de club komt. Want tot het moment dat jij niet op de club bent, neem ik mijn telefoon niet meer op. En dan is het straks 1 september en dan ben je bij Groningen. Mm-hmm. En als je gewoon weer naar de club toe komt en je gaat gewoon je ding doen, dan blijven we in gesprek. Ja, en dan weten we niet wat er gebeurt. Alleen je kent onze vraagprijs.
Ja, en dat zou op tafel moeten komen. Of in ieder geval heel erg dicht in die buurt. Mm-hmm. En anders dan komt er geen deal. Je kunt hoog springen of laag springen, maar dat is de situatie. En toen is Jurgen naar de club gekomen? Ik denk dat hij 20 minuutjes later dat hij in mijn kantoor zat. En toen hebben we wel echt een leuk gesprek gehad. Want het is gewoon echt een hele toffe gozer. Dat vind ik ook. Ja. Ja, in dat gesprek zegt hij dan eigenlijk ook, ja, ik begrijp jou ook wel. Maar jij begrijpt mij toch ook wel? Ja, hij zegt, tuurlijk begrijp ik jou. Ik bedoel, uh-huh. Ja, wat ik net zeg, als speler zou ik misschien wel hetzelfde doen. Want het is zo toekomstbepalend voor je carrière. Alleen, ik hoop dan ook wel in zo'n situatie, en gelukkig kan Jurgen dat ook die spelers wel beseffen wat het belang van de club is. En ja, dat ik met die FC Groningen pet op moet zitten, want dat is mijn rol, dat is mijn job. En dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. En die belangen die zijn, soms zijn die tegenstrijdig. Ja, dat is begrijpelijk. Maar dan was het nog niet bij de deal, hè? Nee, was het... lang verhaal, of niet? Nee, dat was wel interessant, toch? Mensen lezen gisteren, hij is niet bij de training en hij komt niet. Maar dat lag dus, was ook wel zo, maar lag net wat anders. Maar waar ik het over wilde hebben, was het bespreekbaarder geworden met Celta de Vigo? Ook omdat je Florian Kruger al binnen had gehaald? Ja, dat speelt wel mee. Mm-hmm. Kijk, wij zijn de hele zomer ontzettend druk geweest om proberen een kwalitatief hele goede spits binnen te halen. Nou, dat is gewoon ontzettend moeilijk in de markt. We wilden eigenlijk een spits proberen te halen die redelijk in de buurt komt van de kwaliteit van Jurgen nu. Mm-hmm. Dezelfde kwaliteit kunnen wij niet halen, want wij kunnen die bedragen niet betalen. Of dan maken de clubs die al die biedingen doen, die maken een fout. Nou, dat zal waarschijnlijk wel meevallen. Mm-hmm. Dus dat is niet realistisch. Hè. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar we proberen wel een spits te halen die redelijk daar in de buurt zou komen. En ja, we hadden best wel wat opties om een spits te halen die redelijk in de buurt kwam van Jurgen zoals hij 2 jaar geleden was. Maar we wilden eigenlijk iemand die een stuk verder was om een hoog niveau in de groep te blijven houden. Mm-hmm. Ja, en dat is gewoon ongelooflijk moeilijk voor ons. En dan loop je tegen salarisbudget op, dan loop je tegen transferbudget op. Dan loop je ook tegen betere, grotere clubs op die interessanter zijn voor die spelers. En ja, daar hebben we echt hoog in gezet en veel geprobeerd. Zijn we ook een paar keer echt wel dichtbij geweest. Maar dat was tot Florian was dat nog niet gelukt. En ja, toen het afgelopen weekend lukte hem binnen te halen. Ik ben op vrijdag naar Bieleveld gereden. Op de dag dat wij tegen NEC speelden. Daarna akkoord kunnen maken met de club. En s'avonds in Nijmegen met de zaakwaarnemers gezeten. Toen kwamen we er overigens niet uit. Toen de wedstrijd en de volgende dag kwamen gelukkig de zaakwaarnemers weer bij me terug. En is dat een deal geworden? Ja, daar werd het natuurlijk wel iets makkelijker van. Want dat is wel een aanvaller die, denk ik, een stuk verder is dan hoe Jurgen 2 jaar geleden was. Ja, die heeft al meerdere keren 10 goals gemaakt per seizoen in de tweede Bundesliga. Dat had Jurgen niet op die leeftijd in elk geval. Florian is iets ouder, maar dat had Jurgen niet voordat hij hier binnenkwam. Nou ja, hij zei gisteren, want Wouter zei net, ik denk die vraag zou je wel stellen. Wouter zei net, jij bent nog 's nachts teruggegaan naar de club. Dat klopt, want we waren zo goed als akkoord. We zaten alleen over nog wat kleine details met Celta te steggelen. Nou, en toen belde ik Jurgen, 's nachts om 12:30 of zo. En zei ik, waar ben je? En hij zei, ja, ik ben op Corpus om mijn spullen te pakken. Ik zei, oké, daar kom ik er nu aan. Dus ik ben nog naar de club gegaan en ik heb nog hem geknuffeld. En we hebben nog een heel leuk gesprek gehad. Matthias Mulder, de teammanager, was er ook. Die hielp hem met zijn spullen. Maar toen zei hij ook tegen mij van, ja, echt, ik ben jou zo dankbaar. En de mensen waar je het mee hebt gedaan, zei hij, dat jullie mij 2 jaar geleden uit de krochten van het Noorse voetbal hebben gehaald. En mij deze kans hebben gegeven, dit platform hebben gegeven en dat ik me hier zo heb kunnen ontwikkelen. Dus ja, ik moet zeggen, ik word er bijna emotioneel van. Dat was wel een heel mooi moment. Ja, dat is uiteindelijk een heel mooi verhaal hoe het nu af gaat lopen, maar het is nog niet rond. Nee, maar dat is ook wel een van de dingen. Kijk, uiteindelijk doe je het allemaal voor de fans in het stadion, in die wedstrijden. Alleen dat is ook wel een van de dingen waarvoor je dit werk doet. Dus dat het heel mooi is om iemand waar je heel veel potentie en talent in ziet, dat je die dan naar de club haalt en dan best nog wel
En misschien was hij op dat moment wel nog niet helemaal goed genoeg voor het niveau van FC Groningen, zei hij gisteren zelf ook. Maar die dan enorme stappen ziet maken en die speler van het jaar wordt. En dan staat hij met zo'n beker op het veld. En dan, ja, en een paar maanden later, dan sta je om 12:30 s'nachts met z'n tweeën. En dan heb je het over de 2 jaar FC Groningen. Ja, dat is wel waarvoor ik dit in ieder geval allemaal mede doe. En dat is wel een fantastisch moment. Ondanks dat het heel jammer en vervelend is natuurlijk dat je je topscorer kwijtraakt. Ja, ja. Wouter? Misschien kun jij daarop inhaken. Het is nog niet bevestigd door de clubs. Het is nog niet rond. Waar wachten we op? Het is natuurlijk een rare transfermarkt dit jaar. Omdat er normaal gesproken heb je altijd nog wel wat competities die langer lopen. Maar op dit moment zijn de Big Five landen. Engeland, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië. Die hebben een dag langer om spelers te kopen. Dus er zit bij hun wat minder druk op. En Jurgen is op dit moment in Vigo en die is aan het proberen alles daarin rond te maken. En dat betekent ook het hele proces daar van papierwerk, de keuring. Ja. En dat ziet er allemaal volgens mij wel goed uit. Alleen ook daar hebben we nog geen groen licht. Of Mark-Jan moet nu iets anders gaan vertellen. Nee, ik kreeg net een appje van Celta of ik de e-mail heb gekregen. Want ze hadden nog een paar puntjes over de transfer agreement. Misschien lijkt me een goed idee dat jij daar dan mee aan de slag gaat. Ja, wil je daar mee gaan? Dat jij, maakt mij niet uit. Ja, ja. Wat jij wil. Je mag ook blijven zitten. Ja. Mag ook blijven zitten. Nou, maar goed. Dan zal ik daarmee aan de slag gaan. Maar goed. Nu lijkt het net of we dit ingestudeerd hebben. Nee. Maar dat is niet. Maar misschien moet je eerst nog even vertellen over... het blijft niet bij Florian Krüger, toch? Dat hebben we vandaag ook kunnen zien. Ik bedoel, je begon net over Matthias Mulder. Die hebben we ook kunnen zien, volgens mij, de mensen op Twitter in ieder geval. Er was een speler. Sommige mensen dachten dat het de leider van de Tour de France was, maar dat was hem niet. Dat was het niet. Teammanager. Dat was het niet. Maar hij was wel in leiding. Echt voor vervloeken. Met de nieuwe speler bij Martini Ziekenhuis. Die is gespot. Kan je daar iets over vertellen? Is er al iets meer duidelijk? Het is nog niet definitief. We wachten nog op de laatste bevestigingen. Maar naar alle waarschijnlijkheid gaan we Ricardo Pepi een jaar huren van Augsburg. Wie is Ricardo Pepi, vraag ik me dan af. Ik heb hem natuurlijk, ik heb het opgezocht. Dat weet ik natuurlijk wel. Maar wat kan je vertellen over die speler? Nou, het is een jonge, talentvolle jongen die in Amerika in korte tijd heel groot is geworden eigenlijk. In de MLS ontzettend veel goals gemaakt. Toen hij net daar een beetje doorbrak, toen hadden we met ons scoutingsteam kregen we hem op de radar. Dan ga je zo'n jongen een beetje volgen. Nou, die ging eigenlijk net iets te snel, want die scoorde gelijk behoorlijk wat goals. Niet veel later werd hij voor, ik geloof, 16,5 miljoen euro verkocht aan Augsburg. Had jij niet liggen? Die hadden wij net niet liggen. Nee. Dan denk je, oké, dat is kansloos. Maar ergens in je achterhoofd, dat doen we ook altijd wel met scoutingsteam, hou je toch een beetje in de gaten. En af en toe kijk je een keer op LiveScore of een ander appje, kijk je eens een keer van, joh, heeft hij gespeeld en heeft hij gescoord? Zo hou je dat een klein beetje in de gaten. Ik denk dat een dikke... Ja, je wil mij onderbreken? Dit duurt te lang? Als het nog niet rond is, moeten we daar op wachten, denk ik. Voordat we meer gaan vertellen. Maar goed, je kwam met hem in contact. Ja, ik denk, jij wilde een hele verhaal horen. Maar ongeveer een maand geleden, wilde ik zeggen. Toen kwam een Nederlandse agent, die kwam met de vraag van, joh, zouden jullie Ricardo Pepi willen huren? Toen heb ik gezegd, dat zou wel eens interessant kunnen zijn, want we hebben de situatie Strand Lassen en we zoeken een hele goede spits en dat is op dit moment nog niet gelukt. Mm-hmm. Dus laten we de lijn kort houden. Dit lijkt me dan een hele mooie teaser. Lijkt me een hele mooie teaser. Ja, dan verwacht ik jou straks terug. Dan gaan wij verder met Wouter en met Michiel. Ja. Mark-Jan, succes. Ja, nou wordt het leuk, ja. Gaan we over de inhoud kunnen het eigenlijk hebben. Ja, nu kunnen we het over de inhoud hebben. Michiel, kom erbij. Mooi dat je er bent. Zo, dankjewel. Michiel, misschien kun jij jezelf even kort voorstellen aan de mensen. Ik vertelde net al, Opta. Ja, zeker. Maar ook Groningen. Ook Groningen, ja. Michiel heb je al gezegd, dus dat hoef ik denk niet meer te vertellen. Maar ik ben Michiel en ik ben hoofdredactie van Opta in Nederland. Opta is een databedrijf, dataverzamelbedrijf, vooral in de sport. Dus wij houden van allerlei wedstrijden, allerlei data bij. En dat is echt van de grootste competities tot de kleinste competities.
Dus in dat opzicht een heel erg breed palet. We zijn toevallig ook officieel datapartner van de MLS. Dus dat komt goed uit met Ricardo Pepi, denk ik. Ja. Of Pepi was het. Pepi, moet je zeggen. Het is Pepi. Het is Pepi? Ik heb het net nog niet aangevraagd. Ja. Jij vroeg hem. Nee. Het is... Peppy. We hebben nu al vergaderd dat hij... Het is Peppy, ja. Ja? Iedereen bij het hier is, ja. Het is een Mexicaanse, Peppy, ja, Mexicaanse vader en moeder. Dus zeg het op zijn Spaans. Ja, we gaan het hem hopelijk vragen. Ja. Dan weten we het. Laat ook het voor het de commentatoren van ESPN, altijd fijn. Dat was met Meta, hadden we ook al een mooie naam, moesten ook even... Ik hoop niet dat we nog 3 uur moeten wachten. Checken. Nee, hopelijk kunnen we het hem straks vragen. Dat kan maar, ook niet, maar goed, Michiel, je zit volledig in de data. Ja. Nu heb je deze naam ook voorbij zien komen vandaag. Ja, zeker. Wat heb jij kunnen vinden? Wat kunnen we verwachten? Nou, het is vooral een bijzonder koelbloedige afmaker. En dat is ook wel meteen wat heel erg opviel bij hem bij FC Dallas. FC Dallas is niet bepaald een hoogvlieger in de MLS. En hij was daar gewoon echt de drijvende kracht qua doelpunten maken. Dat klinkt altijd heel erg simpel. Maar we hebben zelf ook wel eens een 17-jarige speler in de Euroborg gezien die 10-plus doelpunten maakt. Maar het is niet iets wat je heel vaak ziet gebeuren. Maar hij heeft een heel goed gevoel voor... Daarmee doelde je op Sivkovic? Ja, en de MLS is tegenwoordig gewoon van minstens niveau Eredivisie. Dat is echt niet meer wat het vroeger was, waar je heen gaat om nog even op je 34ste een paar jaar te cashen. Dat heb jij niet afgebouwd. Net niet goed genoeg voor. Nee. Misschien komt in die tijd nog. Nee, maar het is in dat opzicht een hele interessante voetballer. Maar het is natuurlijk ook een voetballer die nog verre van af is. Mm-hmm. Dus wat heel erg opviel bij hem, bij FC Dallas, is van... Gewoon goed gevoel voor diepgang, goed gevoel voor ruimte. Ook heel rustig met de bal gewoon echt in de hoek in proberen te sturen... in plaats van het in paniek raken voor de keeper. Andere dingen, zoals gewoon het technische, is goed ontwikkeld. Maar fysiek kan hij nog wel wat stapjes zetten. Hij heeft, goed. Hij heeft gewoon nog wat body nodig. En misschien was de stap naar de Bundesliga in dat opzicht gewoon wel heel erg groot. Ja, hij moet ook wel erbij zeggen. Hij is natuurlijk pas in de winterstop naar de Bundesliga gegaan. Dus hij heeft een half seizoen, 20 wedstrijden tot nu toe de kans gehad. Daar getraind en gespeeld. Heb je daar nog iets uit kunnen halen? Nou, ik heb zowel over zijn periode in de MLS als in de Bundesliga even gekeken naar de cijfers. Die in de MLS zijn redelijk indrukwekkend, die in de Bundesliga wat minder. Maar ik heb ook nog wel mensen gesproken die daar in de sportverslaggeving zitten. Iemand van CBS gesproken over zijn Amerikaanse periode en iemand van ESPN over zijn Duitse periode. En wat daar wel heel erg in voorkwam, was dat hij bij Augsburg bij een ploeg kwam die... heel verdedigend speelde, heel weinig echt gewoon kansen creëerde. Terwijl dat juist bij Dallas iets was waar hij een uitblonk van geef hem de kans, dan maakt hij hem af. Mm-hmm. En bij Augsburg is hij op een gegeven moment ook juist, misschien omdat hij nog wat stappen moest zetten, ook aan de zijkant beland. En het is gewoon echt een spits. En het is wel echt de hoop van Amerika qua spitsen, dus de verwachtingen zijn in dat opzicht groot. Dat zag ik ook, want er werd al gespeculeerd van ja, hij moet gaan spelen, want het WK komt eraan. Dat zal ook mee spelen, denk ik, voor zo'n jongen. Ja, dat denk ik wel. Ja, goed, ik weet niet precies met wie jullie allemaal in gesprek zijn geweest, maar voor zo'n jongen, ja, het WK speelt zeker een grote rol. Maar normaal gesproken zou een jongen toch niet na een half jaar Augsburg zeggen van jongens, ik ben hier voor, 16 miljoen gehaald. Ik ga het weer ergens anders proberen. Maar nee. Dat WK zal niet meespelen. En hij heeft afgelopen weekend volgens mij nog in de basis gestaan zelfs. Dus het is ook helemaal niet zo dat Augsburg hem heeft afgeschreven of zo. Het is gewoon een talentvolle jongen. Alleen soms heb je een iets andere omgeving nodig. Misschien ook een iets andere trainer. Die iets rustiger met de speler omgaat. Hem iets meer de ruimte geeft om zich te ontwikkelen. En het is natuurlijk wel logisch dat een jongen die... al in de MLS zich heeft bewezen... een wat hoger instapniveau heeft dan het gemiddelde talent... wat vanuit de jeugd bijvoorbeeld zich het eerste in moet knokken. Kun jij misschien op inhaken, Wout? Want jij ook, hij speelde afgelopen weekend nog. Ja. Had je dan wel gedacht dat dit Mark-Jan en jou en de club zou gaan lukken? Nee, ik ben wel volger van de MLS. Dus toen ik 4 weken geleden hoorde dat wij misschien hem zouden kunnen halen... dacht ik, wauw. Want ik heb hem bij Dallas ook zelf best wel veel zien spelen... En ja, hij was gewoon een wonderkid. Ze noemden ze hem gewoon in de VS. Maar inderdaad, hij maakte wel gewoon zijn minuten. Je kijkt natuurlijk ook naar het transferbedrag en de salarissen die in de Bundesliga betaald worden.
Dus ja, het was best wel bijzonder dat dat de laatste dagen wel concreter werd. Misschien wel grappig om nog in te haken op even het hele verhaal van waarom je daar weg moet. Want ja, ik heb nog nooit zoveel fabeltjes gelezen als de afgelopen vier dagen in de media. Want we krijgen volgens mij steeds meer mensen die op wat voor platform dan ook een analist of iets weten of iets beweren. Of het nou hoogte van bieding of wat dan ook is. Maar ik las niet dat hij heimwee heeft. Maar ja, nogmaals, ik hoop dat die jongen nog zo ergens hier komt en dat we een akkoord kunnen maken. Of dat we anders, als het lukt, morgen of overmorgen wat kunnen laten zien. Maar ik heb een kwartiertje, 20 minuten met die jongen gesproken tussen al de medische keuringen door. Die jongen heeft geen heimwee, absoluut niet. Het is wel iets dichter bij Amerika. Ja, maar dan zou hij denk ik ook niet van Augsburg naar Groningen gaan. Nee, en ja, nou, en we kunnen nog wel 20 andere fabeltjes ook opnoemen van de laatste dagen. Maar deze heb ik heel hard om gelachen. Wat voor afwegingen maak je als club als je eerst zegt we willen Standaard het liefst niet verkopen. Maar uiteindelijk komt Celta de Vigo, die doen er wat bij. Wat zijn de afwegingen die je dan maakt? Gaat dat alleen tussen jou en Marc-Jan Verderes? Of komt de Raad van Commissarissen daar ook bij kijken? Dat lees je toevallig ook deze dagen veel over bij Ajax toevallig. Nee, hoe gaat dat? We hebben heel veel vertrouwen en heel veel ruimte vanuit onze RVC. Maar dit zijn deals, daar is gewoon heel belangrijk om draagvlak te vinden. Hè. We hebben van tevoren een standpunt bepaald. En dat is aangegeven, we hebben heel hard gewerkt de afgelopen jaren om ervoor te zorgen dat we in een goede financiële positie zijn gekomen. Want uiteindelijk willen we zoveel mogelijk uit kracht doen. En zeker op de transfermarkt wil je uit kracht doen. We wisten natuurlijk dat er, wat Marc-Jan ook net zei, dat er interesse zou komen voor Jurgen. Alleen we hebben ook gezegd, we willen graag het team zoveel mogelijk bij elkaar houden. En we hebben met Björn Meijer al nog een bonustransfer gedaan. Die na Matusiwa en Goedmanson, zeg maar, onze financiële positie nog verder verstevigd heeft. Dus ja, we wilden Jurgen niet verkopen. Alleen je kan niet zeggen, ja, je mag niet weg, we maken er een gevangenis van. En wat er ook gebeurt, je gaat niet weg. Je moet altijd je ogen open blijven houden voor wat er in de markt gebeurt. En daarom hebben we ook gezegd, oké, het wordt alleen voor een prijs waarvan wij vinden dat is echt iets waar we geen nee tegen kunnen zeggen. En dan ga je. En uiteindelijk, vertelde Marc-Jan net ook, als dat ook allemaal rondkomt, ja, dan is dat ook weer een deal waar we en denk ik weer een stapje, als je dat vergelijkt ten opzichte van vorig jaar, als het lukt met Ricardo en met Florian Kruger, dat we denk ik vervangers hebben gehaald die dichter bij het niveau zitten als het gat wat we vorig jaar achterlieten. Dat komt ook omdat we als club gegroeid zijn. Maar ja, we krijgen ook als het goed is een hele grote bak met geld weer binnen, waardoor die financiële positie nog sterker wordt en waardoor we nu al kunnen zeggen dat de volgende window en die window daarna zullen we er weer sterker voor staan. Maar het is ook een pot met geld die we weer kunnen gaan gebruiken om de club verder te ontwikkelen. We kunnen weer verder investeren in de horeca. We willen investeringen doen in het stadion. We willen blijven investeren in het team, in de hele voetbalafdeling, scouting, opleiding. Ja, en dat geeft heel veel rust en ruimte. En het is misschien smerig en niet iedereen wil het horen. Maar ja, wij maken hierop beleid om uiteindelijk stapje voor stapje als club beter te worden. Omdat we dan denken dat we echt in 2025 een hele goede kans maken om misschien op die grote markt te komen. Dat is uiteindelijk het einddoel en daar draagt dit enorm aan bij. Duidelijk. Michiel, met jou wil ik nog wel even hebben over Florian Kruger dan. Denk jij dat hij dat niveau heeft? Dat gat kleiner is dan spelers die vorig jaar binnenkwamen? Wat ik wel interessant vind, kijk, Ricardo Pepi is dan op papier denk ik de opvolger van Stan Larsen. Misschien niet letterlijk, maar qua persoon. Ja, het is wel een echte negen, heb ik net gehoord. Ja, precies. Dus. En wat ik nog wou zeggen daarover, als je als 18-jarige 13 keer scoort in een seizoen in een competitie van niveau MLS en je gaat dan naar Groningen, dan is iedereen heel enthousiast. En nu, die 6 maanden Augsburg, die komen er nu heel slecht tussendoor, maar je hebt gewoon te maken met een toptalent. Maar over Kruger, kijk, als je hem in de plaats van Postema neerzet, denk dat je daar juist op dit moment een behoorlijke upgrade hebt. Omdat Romano Postema wat minder ver is nog in zijn ontwikkeling. Jonger ook. Een stuk jonger. Kruger is wat groter, wat sterker. Ik vind wel dat ze, want hij heeft veel op de flank gespeeld. Hij kan in de spits spelen. Hij heeft wel wat dingen weg van wat je zou verwachten van Postema op die posities. In de zin van hij is redelijk snel. Hij is vooral heel erg goed, gewoon zonder bal, qua loopacties, veel diepgang. Is constant bezig met zijn medespelers. Is een aangever en ook wel iemand die zelf... Was in de jeugd van Schalke, was hij echt een topscorer. Ja, precies. En hij is ook gewoon heel comfortabel met zowel rechts als links. Dus als je zijn spel ziet, ja, het is af en toe moeilijk, volgens mij is hij rechtsbenig, maar het is af en toe moeilijk om te zien waar zijn voorkeur nou echt ligt. En dat is een wapen op zich.
En hij was gewoon in de tweede Bundesliga twee seizoenen op rij heel erg goed. Heeft hij volgens mij ook iets van 31 goals en assists bij elkaar gespeeld bij een ploeg die streed tegen degradatie. En waarbij dat... Nee. Daar heb ik niet zo'n 18 goals, 13 assists. Kan hij erbij komen zitten, jongens? Kan gewoon... Ricardo is gearriveerd. Nou, dat wordt helemaal leuk. Maar dan, Mark-Jan, wil jij op die stoel gaan zitten? Zal ik Michiel, dan maar eventjes... Zullen we straks hierover ja, praten? Ja, dat zeker. Gaan we doen. Dit is een mooie van live. Dames en heren, ik denk dat we een primeur hebben. Welkom, Ricardo. Waar moet ik gaan zitten? Hi. How are you? Yeah, good. Yeah, we saw each other. Before, yes, I think sir. 1 hour. Before. Welkom. Thank you. Jij knijpt hem tussenuit, Wouter. Je mag ook blijven zitten, wat je wil. Wat jullie willen. Okay, anders met z'n tweeën is goed. Ja, in de first. Ja, yeah, in de first. Maar Marjan, je kunt... Ja, Wouter, je mag ook even pauze nemen. Ja? Wat je wil. Ja, joh. Het is, Ik ga niks zeggen. Lijkt me ook wel een goed idee. Ja, even lekker met z'n tweeën. Just the three of us now. Ricardo, welcome. First, how do you pronounce your name? Ricardo Pepi. Ricardo Pepi. Yeah. Welcome in Groningen. Thank you so much. I feel, you know, very special to be here. I'm very happy to be here as well. How was the day today? What happened? It's been long, you know. It's been long. I went through medical testing. You know, I went through some pictures. I went through, you know, meet everyone at the club. And then now I'm here at the stadium talking to you guys and having a little chat with you guys. Can you tell us more about Ricardo Pepi? Where you're from? Who is Ricardo Pepi? Yeah, so, you know, I'm Mexican-American. Both of my parents were born and lived in Mexico. I was born in the U.S. I was born in El Paso, Texas. You know, I left my family at 13 years old to, you know, pursue my dream of playing professional soccer and eventually make it overseas. And then now I'm at this amazing club, you know, getting the opportunity to play the sport I love. And I think I'm very happy to be here. Mark-Jan? We talked before. We kunnen het trouwens even in het Nederlands doen. We're going to do it in Dutch because Perfect. That's easier for the people, if that's okay. Mark-Jan, hoe kwam Ricardo Pepi bij jou op de radar? Ja, ik eindigde net met de teaser dat iets meer dan een maand geleden, denk ik, een Nederlands agent de naam bij mij liet vallen. Nou, toen heb ik ook direct gezegd van oké, heel interessant. En laten we in ieder geval dan kijken of we een call op kunnen zetten met elkaar. Dat we elkaar wat beter kunnen leren kennen. Nou, dat hebben we toen gedaan. Ik zat toen zelf in Zweden. Ricardo zat in Augsburg. Zijn zaakwaarnemer zat in Amerika. En er was een Nederlandse zaakwaarnemer bij. Frank Wormoet, de trainer, die haakte ook aan. Dus het was wel een bijzondere call, moet ik zeggen. Maar het was ook hartstikke leuk. Daarin heb ik wat verteld over de club, hoe we werken. Ik heb een presentatie laten zien. Bijvoorbeeld Luis Suarez en dat soort spelers. Hè, want die spreken natuurlijk wel tot de verbeelding. Arjen Robben, die hier heeft gespeeld. De coach heeft wat verteld over hoe we voetballen en hoe we Ricardo zien. En hij heeft wat vragen gesteld en wat over zichzelf verteld. En dat was eigenlijk een hartstikke leuk gesprek. Die weken daarna gebeurde er bij ons nog niet per se heel veel. Rond Jurgen. En kon hij ook niet weg een aantal weken. Mm-hmm. Want hij speelde ook gewoon afgelopen weekend bij Augsburg nog in de basis. Eigenlijk gisteravond, denk ik, toen we midden in de onderhandelingen zaten met Celta over Jurgen. Toen kwam ik weer in contact met de desbetreffende Nederlandse agent. En toen is het heel snel gegaan. En hebben keihard doorgepakt. En ik denk dat die... What time did you go with the car to drive to Groningen? I woke up at 4 a.m. and I was on the road by 4:30. Yeah. So 4:30 he was in the car. And wow. I think the first contact yesterday was about 10 o'clock or 9 o'clock, I think. Something like that. Yeah, something crazy, really. Yeah, you went in January from the USA to Augsburg. Why do you want to make this step already? Because you were still in the first 11 at Augsburg. Yeah, I feel like this is an important step for me, you know, basically because, you know, World Cup coming up and, you know, playing time. I think it's one of the most important things right now. It's, you know, being able to play and, you know, being able to score goals and, you know, coming to this club. I know I'm going to have opportunities and I'm going to have chances to score. And I think for me right now, this is the most important, you know, being able to play, being able to get those opportunities from the team. And, you know, I talked to all the guys and all the people here and, you know, they were really excited for me to be here and I'm really excited to be here as well.
Yeah, and you told me 1 hour ago you're a real nine, a striker, and you want to play there, but you also played on different positions in attacking of Augsburg. Is that true? Yeah, it's true. I played as a winger sometimes. Mm-hmm. You know, I played as an eight. I played a lot of different positions, which is good, you know, but I see myself as a nine and as a person who can score goals, you know, and I feel like this is my main position, and this is the position that I know, like, the palm of my hand. You have to tell us something about your nickname, El Tren, the hype train. Yeah, what's that? This nickname started back when I was playing at FC Dallas. You know, it was a nickname that really came out of nowhere. You know, I was having a good season with FC Dallas. I had like 4, 5, 6 goals, and you know, the fans just started on Twitter, on Instagram, just started calling it a hype train. You know, and from then on, you know, every single game they just called me El Tren, and then eventually I took that name and I was like, oh, I really like this name, you know. So then now, you know, it stick with me and I really like it. Honestly, it's one of the best nicknames I could ever have. Yeah, and there's a funny story, and I think if people look on our social media now, there was a social media guy of FC Dallas, and he promised to get a tattoo of you if you were in the All-Star team of the MLS. What's that story? Tell us. Oh, that story is crazy, you know, so... You saw we post this? Yeah, I saw that. Okay, this is Mark-Jan Verderes met een tatoeage van The Hype Train. En dat is een ding in de MLS. Nou, dus kijk vooral even op onze sociale kanalen, dan zie je dat. Het was onderdeel van de deal, anders zou die niet komen. Dus ja, je moet er wat voor over hebben. Part of the deal, the tattoo. Yeah, maybe you can show it later for us. We keep it secret. Yeah, yeah. I think keep it a secret for now. And then once I go on, score some goals, then maybe you can show it, you know? But tell us more about that story. Yeah, so that story, it was really a crazy story, you know, because like I said, it was one of the seasons where I was having a good season. And you know, there was votings for the MLS All-Star game, and you know, this social media guy just came up to me and he was like, hey, if you go to the All-Star game, I will get your face tatted on my arm. And I was like, bro, you're crazy, you know, whatever. Like, I kind of had a feeling that I was going to go to the All-Star game, and the day came, and you know, I was elected, I was voted to be in the All-Star game, and this guy literally FaceTimed me while he was getting his tattoo. And I was like, bro, you're crazy. Like, you can't be doing this. Like, I know, like, it was a bet. He was like, I'm a man of my word. And so he literally did it that same day. I was like, wow. It's crazy, man. Crazy story. Yeah, I see. We just announced you also on the social media. Beautiful. So you're you're a real FC Groningen player now. What did you know about the club before Mark-Jan called you, or your agent called you? I don't know. Yeah, no, I knew a little bit about the club, you know, especially because, you know, some of the big players have been developed here, of course, you know, Luis Suarez, Van Dijk, you know, Robin, and these are players that, of course, you can't miss as a young player. You know, I grew up watching every single one of these players, and, you know, I knew some of the history about the club, and I know it's a club that develops a lot of young players and gives young players opportunities, so that's part of the reason why I decided to come to this club and, you know, give my all to this club as well. We had a data analyst just sitting here. He was telling something about your skills. Can you tell us something about the striker you became in the last years? Yeah, I feel like, you know, I'm a mobile striker. You know, I really like to run in behind the defenders. I like to come in, play. I like to, you know, I'm not really one of those strikers who's going to hold the ball up, but I can do that, you know. But, you know, mainly I feel part of my game is just being able to, of course, score goals in any position from the field, you know, and, you know, make runs, help my team out, defend, and, you know, I feel like this is one of my biggest virtues, just working hard off the ball and scoring goals. Working hard, scoring goals. Sounds like music in your sounds ears, right? Sounds like a FC Groningen player. Yeah. Are you looking forward to play in the stadium? You were here the first time? Yeah, 100%. You know, I was just in the stadium, you know, just being able, just imagining how the fans were. I've heard the fans are here are ridiculous, they're crazy, and they're very something crazy. And, you know, I think it's good, you know, I think it's good because I love this, you know, it gives me energy, it gives me motivation. So, you know, I'm very excited to be able to get my first minutes in the stadium and be able to play in front of the fans. When Groningen became serious, what do? You go on your phone and go to social media and watch some things, or yeah. So, you know, when my agent first started telling me about Groningen, I was like, okay. And I started watching some games, you know, I started watching some highlights, you know, some things that you just normally do as a player when some team is interested in you. And, you know, I started to get to learn the club a little bit, get to know them a little bit. So, you know, I started making my research, and, you know, of course, that's when I saw, like,
big players were developed here, and that's when I was like, oh, this can be a good opportunity. And you also saw the videos of the fans and stuff, because you mentioned it. I saw these videos, of course, on Instagram, you know, going to Twitter or whatever, but I saw these videos. He's leaving again. Yeah, he's always leaving. No worries. And like you said, you like to go in the deep and stuff, but are you right-footed, left-footed? I'm right-footed. Of course, you know, I can finish with my left, but my biggest strength is my right foot. This is Michiel. He's from Opta. Nice to meet you. Michiel, hi. From the data. Michiel, maybe save me in this conversation, because you know a lot more than I do. No, I work for Opta. They are the main data suppliers for the MLS as well. Okay. So we track mainly event data for the Bundesliga, Eredivisie, MLS. So we're tracking your whole career, basically. Perfect. So if there's anything you want to know about yourself, you can call me. Ask you. No. Yeah. Yeah. What's his main quality? Well, I mean, just a very good finisher. You can tell from the footage as well, but it really shows up in the data. I sent you an expected goals map as well of your season at Davos last year, where it's quite clear that you have you really convert the chances that you get. Just a very composed finisher as well. I think you're way beyond your age already in that sense. Picking your pockets as well, which I think is quite cool. Very good at making the runs in just behind the defense. You'll still need to bulk up a bit maybe here and there, but I mean, that's part of the age. I mean, and you shouldn't bulk up like I do, so let's be fair. I don't think anyone was mistaking me for a new Australian player, unfortunately. But just very all around. I think you've got a lot of attributes that you still can develop, and it's quite clear that there are not like particular holes at this moment in your game, and given the team that you're joining, because I think Dallas was struggling a bit more offensively. Yeah. You're joining a team that has a bit more purpose going forward. I think in Augsburg that was a bit more difficult as well. And here they're aiming to play for at least the top half, so that should really suit your game. You should be able to get the opportunities, and I think it's a very good match. What was the biggest difference between the MLS and the Bundesliga? I feel like just the biggest difference was just the speed of play. You know, I feel like, of course, you know, it's way faster, it's way more intense. The game in the Bundesliga is like, you know, front and back. You know, it's always like the ball is always in motion. You know, there's not a moment in the game where like it's steady. You know, it's just like calm. You know, it's always, you know, counterattack. It's always just speed of play, and of course, the time you have the ball is way different. You know, there's more pressure on you and things like this, but. You know, other than that, that's just the biggest differences. Mm-hmm. Michiel, is there is the way we play here in the Netherlands, is that suits him more than in the Bundesliga? Do you think so? Well, I mean, obviously there's a difference in level, and from what I understood from talking to a few people in Germany, you were shunned out to the wide positions as well at one point, whereas you're mainly just a striker, a fairly mobile striker, but still, like, that's a different type of game. I would definitely say that will suit your game more. And I mean, people really underestimate the Eredivisie squad, a young league, so you get matched up to a different type of player, different body type as well quite often. The Bundesliga is just a very intense competition, and you can tell from a lot of players that go to that league. One particular example that stands out, I think, for Eredivisie followers is Alexander Isaac, who now joined Newcastle United. He was at Dortmund before, couldn't really cut it there. Then he went on loan to Willemsee, and he just scored so many goals. And that's the dream scenario, of course, because he then went to Sociedad and earned his transfer to Newcastle United as well. But it kind of shows you how big the difference can be in terms of how far you are in your development. And in the end, the best way to get better is just to get minutes, to experience like real match day situations. And I mean, you've already had that last year. And to get back on that, that route, basically, what makes this a sensible move for both the club and you, I would say. Yeah, super important. I think, like I say, you know, I come here to, of course, be able to be on the field and eventually score some goals, and you know, it just brings the confidence up as a player, and you know, it really just helps me show who I am and what I'm capable of doing. Perfect. I want to thank you because you were awake at 4 a.m. this morning. You had a long, long day. Very nice that you want to show up in our deadline show, and we wish you all the best and score these goals, bro. Thank you.
Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Thank you. You can just leave. Ja, Michiel, dan gaan wij in Nederlands weer even verder. Dit was denk ik een mooie verrassing dat het in elk geval rond is gekomen. Ja, absoluut. Hij gaat nu samen met Matthias Mulder. Bedankt, Matthias. De tent verlaten. En die gaat denk ik een beetje bijslapen. We hadden het... Ja, ik net... we hier gezet. Ja, kom erbij. Zo ongezellig. We hadden het voordat hij binnenkwam over Florian Kruger. Wat is het verschil tussen deze twee types? Ik denk dat... Kijk, Peppy is echt veel meer echt een pure spits. Ik vind hem echt veel koelbloediger voor het doel. Hij heeft daar ook veel meer gevoel voor. Gewoon echt wat meer diepgang. Gewoon richting het doel. Mm-hmm. En Kruger is gewoon meer echt een aanvaller. Het voelt ook niet echt als een spits. Wat niet betekent dat hij niet kan afmaken. Alleen de manier waarop de twee omgaan met situaties als ze wat dichter bij het doel komen is wel echt heel erg verschillend. Mm-hmm. Ik denk dat wat je veel zal zien is dat als Kruger bijvoorbeeld op links speelt en Peppy op rechts, dan speel je in mijn ogen gewoon bijna een verkapt twee spitsen systeem. Ja. Omdat Kruger gewoon echt veel zorgt voor diepgang en voor aangeven. Maar waar hij heel sterk in is, Kruger, is gewoon die runs richting de verre paal. En daar gewoon afwachten, of niet afwachten, gewoon lopen op de voorzet die daar valt. En het is gewoon een hele hardwerkende speler. Kruger staat ook gewoon heel hoog in de lijstje steeds van aanvallers qua balheroveringen. Dus het is echt een actieve, meeverdedigende speler. Ja. Terwijl ja, als je daar Peppy steeds mee gaat belasten, dan haal je het beste van zijn spel een beetje af. Want hij moet juist de energie behouden om die runs te kunnen maken. Ja, dus ze zouden ook samen met z'n tweeën in de spits kunnen spelen. Of Kruger zou op links kunnen spelen. En dan Ngonge er nog misschien onder. Dus er zijn nu wel veel opties wat dat betreft. Ja, absoluut. En ik denk dat wat ook wel goed is. Kijk, Strand Larsen die heeft het op een gegeven moment wel ontwikkeld. En hij deed daarvoor bij Sarpsborg deed hij het ook wel. Maar wat werd dan werd wel een spits die niet heel vaak de diepte run maakt. En dat heeft hij de laatste paar maanden heeft hij dat echt wel meer ontwikkeld. En je hebt bij FC Groningen sowieso wel een aantal spelers die het heel lekker vinden om de bal aan de voet te hebben. Ja. Met Peppy en met Kruger heb je twee spelers die vinden dat geen enkel probleem. Die gaan gewoon lopen waar ze de gaten zien en die blijven ook lopen. En dat is gewoon heel vervelend om tegen te voetballen. Want ja, je moet ze constant in de gaten houden. Want als die bal er een keer overheen valt of die kant op gaat, ja, dan ben je ze zo kwijt. Dus ik denk dat de twee types zijn die gewoon net wat meer of net wat anders toevoegen dan wat je had. Ik denk ook dat Postema in principe ook zo'n type is. Ja. Alleen die is gewoon iets minder ver in zijn ontwikkeling. Ja. En dan is het ook logisch dat je ervoor kiest om zo'n jongen uiteindelijk toch weer te verhuren in mijn ogen. Ja, want voor de luisteraars van Convo in de podcast bijvoorbeeld. Jij bent best wel vaak vrij positief geweest over Romano Postema. Ja. Had hij dan meer kansen moeten krijgen? Of is hij gewoon nog net, moet hij gewoon meer ervaring opdoen? Wat ze nu dus besluiten? Nou, het traject wat hij heeft gehad is ergens wat ongelukkig. Want hij is destijds terecht ook neergezet als een supertalent. Was topscorer van FC Groningen onder de 17 toen zij de eredivisietitel wonnen. Ik zag toevallig deze week nog het interview dat we met hem hadden voordat hij zijn basisdebuut maakte. Uit bij PEC Zwolle. Ja. Nou, dat kereltje lijkt in geen mogelijkheid meer op de Romano Postema die we nu al zien. Nee, qua uiterlijk, qua fysieke gesteldheid. Dat was een jongen. Dat is echt een scharminkel. Ja. Maar wel gewoon echt bloedsnel. Heel goed met beide benen. Daar is hij weer. Kom erbij. Gezellig. Ja, zeker. Fladeres komt erbij. Dat ik het wel. Ja. Ik moet zeggen, je hebt wel een goede stem, man. Luister je graag naar. Nou, dat is mooi om te horen. Ja. Ik zal alle andere podcast waar ik wel eens op ben ook even meteen doorsturen. Dan, ja, ik heb de laatste podcast geluisterd waar je in zat. Dat was interessant. Nou, gelukkig. Ja. We hadden het over Postema. Dat toen hij zijn debuut maakte, dat hij echt 18 jaar was en nog lang niet de Postema die we nu kennen. Nee, er zijn gewoon een aantal hele goede voorwaarden. Wat ik al zei, snel, doelgericht, redelijk tweebenig, heeft een goed gevoel voor diepte. Alleen ja, als je hier in het eerste terechtkomt, dan wordt er gewoon iets meer gevraagd. En in eerste instantie was Sierhuis nog degene die daarvoor stond. Toen Sierhuis vertrok, kwam Dejan Redan, wat ook een supertalent was natuurlijk. En die was een jaar ouder. En Postema heeft toen nog wel de kans gekregen, maar dat was te vroeg. Hij heeft zich daarna bij Den Bosch na een moeilijk half jaar gewoon heel goed ontwikkeld. Ik denk ook als je bekijkt over het tweede half jaar dat hij er zat, van de talentvolle KKD-aanvallers. Als je lijstjes moet maken, staat hij gewoon één of twee qua meest interessante spelers. Ja, je hebt wel eens lijstjes gestuurd met doelpunten per minuut en expected goals. Nou, ook expected goals, juist dat soort dingen. En het soort spel wat hij daar speelde was ook meer om een spits heen dan
daadwerkelijk de diepe spits. Want Jis Hornkamp was daar natuurlijk de diepe spits. Hij speelde ook veel vanaf rechts daar. Ja, en juist die wijdte in zijn spel, dat was echt heel indrukwekkend. Alleen, ja, dan komt hij hier terecht. En dan moet hij de concurrentie voor de spitspositie aangaan met Strand Larsen. Ja, goed, die is niet voor niets net... Nou, jij weet het bedrag, ik niet. Maar voor een mooi bedrag naar een andere club toe. Dus dat is ook een iets andere situatie. En als je nu kijkt naar de huidige... Naar afgelopen half jaar, afgelopen jaar... dan is er misschien net iets te weinig progressie geweest. En het is voor hem gewoon echt een kwestie van ook in zichzelf een beetje leren geloven. Ja. En gewoon in de basis gewoon wekelijks staan. Want wat ik afgelopen jaar me wel eens heb afgevraagd... hij kreeg veel invalbeurten. Maar als je in 20, 25 minuten moet laten zien wat je in huis hebt... dan ga je heel geforceerd spelen. En je zag hem echt zoveel arbeid leveren. En dat je af en toe echt dacht van... ja, maar daar hoor je helemaal niet te staan. En het had ook nog wel eens effect. Te gretig. Maar bijna te gretig, ja. Dus je snapt wel dat en Romano deze keuze maakt en wij deze keuze maken. Ja, zeker. Zeker. Ik denk dat voor hem is het heel belangrijk dat hij nu de minuten maakt. En nou, je gaf het net zelf ook al aan. Je haalt nu een spits voor komend jaar. Je kan gaan kijken naar de ontwikkeling van Romano. Je kan kijken wat er misschien mogelijk is met Pepi. Je kan kijken of er nog een andere interessante spits rondloopt. Maar het geeft wel wat ruimte ook gewoon om met hem daadwerkelijk een traject naar het eerste in te zetten. Dus in dat opzicht vind ik het heel erg logisch. En ik denk ook dat het goed voor hem is dat hij bij een ploeg terechtkomt die... gewoon bij de betere ploeg in de KKD behoort. Ik heb ook nog even gekeken. Qua expected goals staan ze tweede, qua doelpunten niet. Dus ze kunnen een afmaker gebruiken. Nou, dat komt goed uit. Ja. Spelen ook veel met... hanteren vaak gewoon de steekpaas. Dus juist die ruimte achter de verdediging benutten... is iets wat zij graag willen. Vente is daar denk ik minder goed in dan Postema. Dus ik denk dat hij in een goede omgeving terechtkomt. Ervaren coach natuurlijk in Jurgen Streppel. Wouter gaf net al aan dat jullie Jonas Peters ook goed kennen. Dus er zit ook gewoon wel een vertrouwen dat hij dan de kans krijgt om dat te ontwikkelen, denk ik. Ja, zeker. En ik moet ook zeggen, ze hebben dat ook professioneel aangepakt. Jurgen Streppel heeft mij denk ik 4-5 keer gebeld en ook uitgelegd hoe hij hem ziet en hoe hij hem wil gebruiken. En, dat lijkt me voor jullie ook een voorwaarde als je zo'n jongen wegstuurt. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. Want wat jij net vertelt, Michiel, dat er moet wel ook een plan zijn met zo'n jongen. En nou, dat gevoel heb ik wel dat er wel is bij Roda. Je bent er weer? Laatste ik ben nieuws. Er weer. Laatste nieuws. Nou ja, ik werd net nog gebeld dat er interesse is in Patrick Joosen. Dus we gaan zo meteen snel aan de slag. Dus ik heb Wim en Mark-Jan alvast aan het werk gezet. En zo meteen weer een paar belletjes doen. En Strand Larsen, huidige stand van zaken? Of gaat dat misschien naar morgen omdat zij een dag langer de tijd hebben natuurlijk? Ja, hij wordt nu medisch gekeurd. Dat volgens mij Wouter ook al verteld. Dat doen ze daar blijkbaar in de avond. Ja, we moeten natuurlijk nog vliegen ook. Ik ben daar gisteravond al met jou op Corpus. Dus. Ja, volgens mij had hij wel vanochtend vroeg al een vlucht. Oh, okay. Maar wat daar precies het programma is geweest, weet ik ook niet exact. Siestaatje. Siestaatje, ja, misschien. Tapasje. Ja, lekker. Die wordt gekeurd nu. En waarschijnlijk wordt het ergens rond morgen vroeg wordt het afronden. Maar goed, dat ziet er verder ziet dat er wel goed uit. We hebben een nieuwe spits, die hebben we hier net gezien. Ja, heel leuk. Mooi dat hij aan mocht schuiven. Ja, wat ik nog wel zou willen zeggen, ik weet niet of dat al benoemd is, want ik ben even weg geweest, is dat kijk, er is natuurlijk wel heel veel genoemd in de media, ook over bedragen. Maar ja, er klopt ook gewoon heel veel niet. En, rond Jurgen bedoel je? Ja, rond Jurgen. Mm-hmm. En iedereen weet ook van mij dat ik liever geen bedragen wil noemen. Ik vind dat één, vind ik dat niet chic, ook naar andere partijen. Maar twee, staat het ook gewoon regelmatig in transferovereenkomsten, dat daar een geheimhoudingsplicht is. Mm-hmm. Dus ja, ik vind als je dingen met elkaar afspreekt, dan moet je daaraan houden. Maar ik kan wel vertellen dat de biedingen die de afgelopen maanden zijn geweest, dat er geen één bieding bij is geweest die in de buurt kwam van het transferrecord. Wat nu ruimschoots is gebroken met de transfer van Jurgen. Dus ja, daar is ook wel ineens een club gekomen die echt heel veel meer heeft betaald dan de biedingen zijn geweest hiervoor. Alles is in de media wel wat opgeklopt, denk ik. Ja, waarschijnlijk ook in de Engelse media. Dus, de supporters van Middlesbrough, vallen die hier nog lastig of valt dat nu mee?
Nee, ja, ik weet wel, wij hebben toen dat, die update hebben gedaan. Ja, die foto's met Free. Daar heb ik wel lol om gehad, moet ik zeggen. Maar gingen ze ook jou persoonlijk benaderen? En, dat viel wel mee. Nee, ik heb, ze hebben mijn nummer in ieder geval niet. Dus die technische directeur heeft niet mijn nummer aan al die fans gegeven. Ik wil wel eens in de spambox van jou kijken op Instagram. Kijk je daar zelf wel eens in? Waarschijnlijk staat hij nog wel vol. Dan kijk je zelf niet in, hè? Nee, daar kijk ik niet in. Kijk nee, maar, niet dat, maar nee. Dat is gekkigheid. Maar jij gaat nu de laatste dingen afronden. Patrick Joosten, Jurgen Stan Larsen. Ja, ik had eigenlijk nog heel veel meer dingen willen vragen. Maar keer. Ik hoorde van mensen dat er veel op internet werd geroepen. D.O. Zeefuik. Ja, weet je, D.O. Ja, is natuurlijk een FC Groningen speler op en top. Qua FC Groningen DNA denk ik. Ja. Met zijn strijdlust en tackles. En ik denk dat iedereen dat beeldje met die tackle op Babel heel goed kan herinneren. Ja, zeker. Dus ja, dat zou in mijn beleving wat dat betreft een fantastische speler zijn. Maar ja, ook daar hebben we wel naar geïnformeerd. En dan zijn de lijnen wel kort. Maar dat was geen optie voor hun. Nee. Op dit moment. En misschien verandert dat ooit nog eens. Ja. Maar dat speelt dus niet. Mm-hmm. Nou ja, Patrick is dus interesse. Jurgen afronden en het is ook bijna 12 uur. En wat mensen ook wel eens vergeten of misschien ook wel niet weten, is dat vanuit de KNVB ook wordt geadviseerd dat je om 8 uur zeg maar alle papierwerk en zo hebt ingeleverd. Mm-hmm. Omdat het voor hun natuurlijk ook niet te doen is als iedereen om 11:30 daarmee aankomt zetten. Nee. Om alles in TMS, in het transfersysteem te matchen, et cetera. Dus. En in dit geval met Joost heb je ook nog een dag extra. Want het is uitgaande transfer. Wat ik begreep moet het wel snel. Dus dicht. Ik zie nu ook dat ze bellen. Dus dan moet je lekker gaan. Ik denk dat ik moet gaan. Ja. Petros Cornavis, die heeft me nodig, denk ik. Nou, veel succes. Hey, bedankt. En, jij bedankt. Succes. En zien elkaar. En we gaan nog de andere vragen gaan we nog allemaal een keer stellen. In een ander interview. Yes. Maar niet live. Petros, bedankt. Ik wil nog wel even één ding zeggen over Postema. Want wat je wel merkt als sentiment hier en daar is dat mensen zeggen van jij heeft het nog niet genoeg bewezen en het wordt hem niet meer. Die jongen is nog maar 20 jaar. Stan Larsen kwam op die leeftijd binnen. Die noemde je net al in verhouding tot een Kruger. Maar Postema is gewoon nog maar 20 jaar. Ja. Dus moet je nagaan, als die jongen heeft gewoon een goed jaar nodig. Uh-huh. Als je op je 21ste je een kans krijgt je als vaste basisspitser in te spelen, dan is dat gewoon heel netjes eigenlijk. Dus ik denk ook wel dat juist voor dat soort dingen het wel goed is om te realiseren dat hij wordt aangekondigd als supertalent vanuit de jeugd al. Ja. En hij is pas 20 jaar. Dus ja. Ja, en daar ben je als supporter natuurlijk heel zwart-wit in. Je wil direct resultaat zien. Je wil je verwacht wat als hij hier het veld op wordt gegooid. Dan verwacht je die goals. En ja, dat is logisch dat misschien nog even op zich laat wachten. Wij gaan straks ook afronden, want Verderis is weg. We hebben dit opgezet. Super tof, volgens mij. Zeer geslaagd. Maar de slotvraag is, we hebben een record transfer gedaan. Jurgen Strand Larsen. Kan je duiden waarom hij zoveel geld waard is? Want ik bedoel, het is ook niet dat hij topscorer van de Eredivisie is geworden met 25 goals. Maar het is een goede spits voor Groningen. Maar waarom ligt die jongen zo goed in de markt? Ja, het is natuurlijk wel een redelijk unieke speler. Je ziet wel dat er steeds meer spelers, steeds meer clubs op zoek zijn naar jongens die ook wat lengte meebrengen. Ik denk dat je sowieso, en dat is dan meer het voetbaltechnische gedeelte, maar dat je sowieso ziet dat hij steeds beter wordt in het gebruiken van zijn lichaam. En hij heeft zo'n groot lichaam. Vorig jaar was hij nog wat onbehouden zelfs en het jaar daarvoor. Maar als je kijkt naar dit seizoen, hij wint gewoon meer dan 60% van zijn duels. Dat is voor een aanvaller bijna onmogelijk, omdat je juist zo vaak een sterke grote verdediger tegenover je hebt die probeert met je te gooien. En hij was tegen Go Ahead en tegen NEC er ook gewoon heel slim in. Gewoon elke keer bijna van zijn tegenstander afrollend. Dus dat zijn twee dingen eigenlijk. Het is het fysieke plaatje, maar ook de ontwikkeling. Verder op het gebied van daadwerkelijk doelpunten maken. Ja, hij staat over zijn periode in de Eredivisie als je de strafschoppen er even afhaalt. Mm-hmm. Want andere clubs krijgen strafschoppen, maar hier niet zo vaak. En dan mag je ze zelfs niet eens nemen. Hij neemt ze niet, hè? Nee, dus dan staat hij gewoon gedeeld vierde over die periode qua meeste doelpunten. Ja. Dus dat geeft ook wel aan dat hij wel echt veel scoort. En daarnaast heeft hij gewoon zijn leeftijd mee.
Dat helpt. Ja, en ook misschien wel die groei waar je net over had. Ja, want ik kan me ook nog wel herinneren dat het eerste seizoen bij Vitesse uit Frat Rasmussen volgens mij. Ja. En Doekie die vraagt hem helemaal op. Ja, maar zeker. Een seizoen later, toen we daar wonnen met 1-4 volgens mij. Ja. Toen was pakte hij die duels en toen was dat heel anders dan een jaar daarvoor. Ja, zeker. En hij is ook wel echt in staat om zelf zijn eigen kansen te creëren. Heeft daar zijn snelheid ook wel echt in mee. Is nog redelijk explosief. Hij betrekt zijn medespelers ook gewoon goed in het spel. Hij creëert best wel veel voor zijn medespelers. Die maken het helaas niet altijd af. Dus het is gewoon een hele complete spits waar een hele duidelijke groeicurve in heeft gezeten over die 2 jaar. Zelfs bij Sarpsborg zag je al wel qua zijn expected goals gemiddelde van dit is geen slechte spits. Dat is een typisch wat je in de Scandinavische competities veel ziet. Is dat daar jongens uitblinken die zijn 6, 27 of nog ouder. En hij was dan als broekie bij een degradatiekandidaat op dat gebied gewoon best wel onderscheidend. Ik denk dat dat voor Mark Jan en voor de scouting ook wel een ding is geweest. En die cijfers heeft hij echt gewoon doorgetrokken. En qua daadwerkelijke output alleen maar verbeterd in de Eredivisie. Wat wel een sterkere competitie is. Dus uiteindelijk heb je het over een jongen van 22. Hij was genomineerd voor talent van het jaar. Ja. Samen met onder andere Openda, Loïs Openda van Vitesse. Club Brugge zegt als eigenaar van Openda van wij hoeven er niet per se bij, maar wij willen er wel gewoon een goed bedrag voor. Dus in dat opzicht is het ook logisch dat je als FC Groningen, waar je toch minder kans krijgt als aanvaller, maar hele goede cijfers neerlegt, dan zegt van ja, als wij moeten laten gaan, dan moet daar nog wel iets bij. Celta de Vigo is de keuze uiteindelijk geworden. Vind je het een mooie bestemming voor hem? Ja, het is een fantastisch shirt natuurlijk. Ja, hij speelt met cultheld Thiago Aspas daar. Dus dat is, en dat die is heeft weer gespeeld bij zijn droomclub, Liverpool. Ja, precies, bij Liverpool. Dus dat is wel mooi. Hij kan hem alles vertellen over Anfield. Ja, en Renato Tapia zit er nog. Dus misschien spreekt hij nog een woordje Nederlands na zijn avontuur in de Eredivisie. Dus, hoewel ik niet weet of Jurgen zelf echt Nederlands spreekt. Dat weet jij beter dan ik. Ja, maar hij verstaat alles en hij vindt het ook leuk om een zinnetje eruit te gooien. Maar als je hem dan vraagt van ja, kunnen we iets inspreken in het Nederlands, dan gaat hij zeggen nee, doe maar niet. Nee, je kent het wel. Maar tot slot, we gaan hem wel missen natuurlijk als supporter zijn. Ja, zeker. Ja, het blijft altijd afwachten wat je ervoor terugkrijgt. En dat heeft ook niet altijd met kwaliteit te maken, maar wat bij Strand Larsen wel redelijk snel duidelijk was dat hij zich hier heel erg op zijn gemak voelde. Mm-hmm. Past zich makkelijk aan. Nu lijkt Peppy mij ook niet een figuur die daar heel erg moeilijk mee is als je hem zo binnen ziet lopen. Maar ja, het is de kapstok van je aanvalsspel geweest. En hij weet natuurlijk onderhand precies wat hier wordt gevraagd. Dus ja, je gaat hem wel missen. En het is volgens mij een hele komische gozer. Dus, Michiel, bedankt. Bedankt dat je er was. Bedankt voor de duiding. Jullie thuis allemaal bedankt voor het kijken. We hebben het voor het eerst gedaan op de transfer deadline avond zelf. Laat vooral even weten wat jullie daarvan vonden. Dan kunnen wij gaan opmaken of we dat de volgende keer weer gaan doen. Zeker. In elk geval voor nu bedankt. Fijne avond nog. En tot zondag in het stadion tegen Vitesse. Niet vergeten, 16:45. Ben je erbij? Ik hoop het. Je hoopt het. Ik ben erbij. Zeker. Tot zondag. Dank jullie wel voor het kijken.